De agrarische klein- en middenondernemers, KMO's, zijn volgens minister Lekram Soedjan van LVV de backbone, oftewel ruggengraat van de economie. De bewindsman bracht dit gisteren naar voren in zijn openingsspeech van het tweedaagse Caribische Pluimvee Associatie Symposium. Soedjan staaf deze bewering door aan te geven dat de bijdrage van deze agrarische KMO's op het gebied van onder andere werkgelegenheid en voedselzekerheid heel groot is. De LVV-minister pleit ervoor dat regeringen en de private sector deze KMO's de nodige ondersteuning bieden, zodat hun concurrentievermogen verbeterd wordt. If we would like to strengthen them and strengthen our economies, the agricultural SMEs in general, we need to support them. And support in the sense of financial access to finance, financially thus, technical support, and I am very glad the director of CPA mentioned research, which I will stress in a minute also, but also trade issues. And I'm talking about fair trade issues. De pluimvee-industrie is volgens Soedjan ook heel belangrijk in de rij van economieondersteuners. Naast de bijdrage aan de economie is pluimvee ook heel belangrijk voor ons voedingspatroon. Wij hebben de eiwitproteïnen nodig en we houden van kip, benadrukte de minister. Hij haalde verder aan dat ongeveer 60% van de bijkans 30.000 kilo kip die Surinamers consumeren, wordt geïmporteerd. In my view, this is only possible if we strengthen research and knowledge exchange, if we look at investments that are needed in one of the constraints in Suriname, if we are talking about competitiveness, is animal feed. The components we have to import, increasing the production cost. So, research and knowledge exchange, investments, especially in the inputs which are needed in producing the poultry, national and international cooperation. I'm very glad that CPA is there and working towards strengthening the industry, but also, as I have stressed earlier, fair competition and trade. Lekram Soedjan, minister van LVV, die gistermorgen het tweedaagse symposium van de CPA heeft geopend. Het congres is vanmiddag afgesloten.